Jantje, straks ben ik op tv. En zit ik hier mooi in bananaspit. Maar na vier bakken koffie en zeven puntjes cake was er nog steeds geen camera gekomen. Ja, als er misschien kinderen zijn die mee willen doen in de Polonaise, dan mag dat natuurlijk, hè. Misschien ging nog iemand hier van de Omroep Dommeland, dus dan kom je nog op de televisie ook nog. Hup, allemaal in de Polonaise. En natuurlijk ook de papa's en de mama's er ook in, hè. Donzeentjes, waggelaars, waggelerinnen. De Petrustoren geeft 11 over 2 aan op zaterdagmiddag. En dus de hoogste tijd om zometeen carnaval te gaan starten met de overdracht van de sleutel aan deze hoogheden. Het ziet er hier weer mooi kleurrijk uit, daar ben ik weer heel blij mee. Het is ook fijn dat de zon is gaan schijnen. Dat is altijd weer bitter als slecht weer. Want ik zie al van hierboven dat er weer veel werk gemaakt is van de jeugdoptocht. Ik hoop dat morgen ook mooi weer is. Dan kunnen we ons in ieder geval opmaken voor een paar mooie dagen, een paar mooie optochten. Lang genoeg gepraat, ik geef het woord aan onze burgemeester, de heer Mark Buijs. En dan kunnen we bekend carnaval gaan starten. Dankjewel. En in de gat, hebben we er zin in? Ja! Nog een keer, iets harder. In de gat, hebben we er zin in? Ja! Voor ik verder ga met de overdracht van de sleutel, wil ik toch even Jan eventjes naar voren hebben. Die heeft al jaren is hij president hier, draagt inderdaad een warm hart toe. En dit is de laatste keer. Ik wil een heel groot applaus voor hem. Goed, dan wil ik ook nog een applaus vragen voor alle vrijwilligers die zich inzetten om dit geweldige carnaval hier in Boksel te laten plaatsvinden. Een groot applaus. Ja, dames en heren, dan is het zover dat de burgemeester dadelijk zijn keten aflegt en via de sleutel de macht overdraagt in Indegat aan prins Xander, prinses Silke en natuurlijk Donald de Vijfde. Dat gaat gebeuren. Dat gaat zeker gebeuren. Ik hoop dat jullie een prettige carnaval hebben, dat jullie het ook allemaal rustig aandoen. Ja, ja, dat feest hoeft niet rustig, maar in de zin van veiligheid en aardig en vriendelijk tegen elkaar zijn, maar ik ken Indegat niet anders. Ik wens jullie heel, heel veel plezier en nu ga ik de sleutel in eerste instantie overgeven aan Xander en Xilke. Dames en heren, zie hier deze prachtige sleutel. Ik heb hem net nog staan te bekijken. Deze sleutel geeft jou de macht over Indegat. En jou natuurlijk ook. En ik zou willen dat jullie hem samen aanpakken van mij. En daarmee de carnaval overnemen. Hallo donzeentjes, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Zie je er allemaal leuk uit? Hebben jullie een beetje zin in? Ja! Nou, wij ook. We wensen jullie veel plezier met de optocht en tot ziens in de kwekpoel. Laat het feest maar beginnen. Dan ga ik verder met het overdragen van de volgende sleutel aan jullie geweldige prins, prins Donald. Ik heb hem al een paar keer bezig mogen zien als zeg maar grootvorst met carnaval. En je kunt ook nog heel behoorlijk zingen, dus geweldig. Dat is een kwaliteit die hier bijna vereist is. Ik ga jou ook de sleutel geven en ik wens jullie heel, heel, heel veel plezier. Dames en heren, de sleutel. Dankjewel, burgemeester. Waggelaars, waggelarinnen.
tonzeentjes deze middag, heel belangrijk. Dit is een moment waar ik echt kriebelend naar uit heb gekeken. Een hele, hele mooie start. En wat kan het geweldiger dan met dit mooie weer. Ik kan het helaas niet beïnvloeden, maar het heeft toch een beetje meegeholpen. Onze vrienden van boven. We gaan er met z'n allen, en zeker met deze jeugd, een spenderende carnaval van maken. En zoals de burgemeester al zei, een veilig carnaval. Maar we gaan het gewoon knallen. Genieten zoals wij dat gaan doen. Ik wil het alleen maar overbrengen, jongens. Het is heel snel voorbij. Geniet van minuut tot minuut. Gaan wij dat ook doen. En we komen elkaar overal in Boxtel tegen. Alaaf en een hele, hele fijne carnaval. En uiteraard hoort ook voor de burgervader een jaarmedaille die we dit jaar hebben laten maken. Want we beleven tenslotte 55 jaar in de gat. En 55 jaar in de gat, dat beleven we samen. En ook aan Mark Buijs wil ik graag de eremedaille van dit jaar overhandigen. Laat dit het start zijn van de carnaval en van een hele mooie in de trek. Donzeentjes maken er een spetterend feest van vanmiddag. Wij komen naar beneden en genieten mee. Thank you.
liggen. Ja, dat is heel goed. Ik wil het even meenemen, dus hier op de neus. Kom maar weer.